De voorouders van de Surinaamse boeroes zijn vandaag symbolisch geëerd. Een vrouw gestoken in boerenklompen en traditionele kleding legde samen met andere leden van Stichting Sranang Boeroe kransen bij het monument ter herdenking van de boerenkolonisatie te Saramaka. De herdenking van 178 jaar boerenkolonisatie was vandaag te Groningen in het bijzijn van belanghebbenden en de staf van het commissariaat van het bestuursgebied. Martin Loor, secretaris van de Stichting Sranang Boeroe, zegt dat de nazaten van de boeroes zich verplicht voelen om de aankomst van hun voorouders te herdenken. Loor zegt enorm blij te zijn met het bericht dat het huis van de districtsecretaris tegenover het commissariaat, waar de leider van de boeroes woonde, zal worden gerenoveerd. En ik heb gisteravond bij een lezing gezegd dat twee weken geleden, toen we de viering hadden van 150 jaar Indostaanse immigratie, dat er een hele mooie spreuk is en die zegt, en daarom moeten we ze eren, die zegt, we are because they were. Yes. He, dus wij kunnen alleen maar zijn omdat zij toen, ze hebben die slag genomen, we gaan daar niet over praten, maar wij moeten dus dankbaar zijn en zorgen dat wij samen hier opbouwen. Dank u wel. De secretaris merkt op dat het bekend is dat de voorouders veel hebben moeten incasseren. DC Sherin Bansi Durga geeft aan dat de voorouders van de groep een moedige strijd hebben geleverd om hun voortbestaan te garanderen. Daarom is het van eminent belang om als nazaat gezamenlijk terug te kijken naar het verleden. En natuurlijk hebben we een privilege om heel vredig naast elkaar en met elkaar te leven. Dat we in een land leven waarbij elk een vrij is in het beleiden van zijn of haar cultuur en godsdienst. En dat wij bovenal de vrijheid hebben van een eigen identiteit. We leven heden ten dagen in een tijd waarin veel normen en waarden lijken verloren te gaan. Daarom doe ik een beroep van hieruit op iedereen hier aanwezig, maar ook op de samenleving, om de verdere achteruitgang van waarden en normen een halt toe te roepen. Op deze dag, mijn mensen, laten we een hand naar elkaar uitreiken om het land samen op te bouwen. Samen gaan we het moeten doen door het tonen van eenheid in beleid, eenheid in bestuur. Ik dank u allemaal. De burgermoeder en het stichtingsbestuur zijn het met elkaar eens dat de verhalen van de aankomst en het bestaan van de boeroes moeten blijven voortleven.